wil even terug nog. De vorige plaat heb je dus toen voor een groot deel in Zeeland in isolement geschreven. Hoe werkte dat? Wat was daar van het, wat je nog meenam dat je dacht van dat moet ik dit keer anders doen? Of werkte dat voor jou? Het werkte eigenlijk wel goed, omdat je waar je normaal zou stoppen als je op een moeilijk punt komt en je schrijft en je denkt ik weet niet waar het naartoe gaat, dan kon je daar niet omheen. Ja, je kon hooguit een blokje lopen, maar dat was het, weet je. Dat is soms ook wel heel gezond. Maar en hier, ik vind wel echt als je in je eigen leefomgeving zit en je bent zo gewend om dat er zoveel verschillende dingen zijn. Je kan even je e-mail checken. Nou ja, dat doet iedereen volgens mij 20 keer per dag. En dus het haalt je een beetje uit de flow van een liedje schrijven. De moeilijke dingen waar je doorheen moet. Mm-hmm. Maar ik denk wel als je dat eenmaal onder controle kan krijgen. Dat, dat je weer een stap verder bent gegroeid. En dat een beetje de uitdaging is van een muziekschrijver. Dat je steeds weer bepaalde barrières die je bij jezelf merkt. Dat je kijkt of je daar overheen kan. En of je daarmee je grenzen verder kan verleggen. En dieper kan gaan in wat je wil maken. Want ja, je hebt het nu dan in Amsterdam gedaan. Niet alleen geprobeerd, maar ook gedaan. Wat voor een setting heb je voor jezelf hier gecreëerd om aan de slag te gaan? Ik dacht ik moet een soort stok achter de deur. Want dat, als ik niet zelf een soort van deadlines voor mezelf stel, dan wordt het lastig. Dus ik ging gewoon steeds met de band afspreken één keer in de week. En dan zei ik heb 2 liedjes af dan. En dan wist ik heb een week om 2 nummers te schrijven. En dat was meestal de dag voor de repetitie. Maar dat helpt. Dat hielp mij in ieder geval om dat zelf te creëren eigenlijk. En om te weten dat je, als je het gevoel hebt dat anderen erop wachten, dat je wel moet presteren of dat je wel iets moet doen. Maar heb je bijvoorbeeld je computer de deur uit gedaan op het moment dat je schreef? Of even op, nou, ik dacht juist, ja, je kan natuurlijk je compleet afsluiten, maar ik vond dat... Ik probeerde eigenlijk gewoon met al die dingen om me heen, met al die afleiding, toch me proberen te focussen. En veel achter de piano zitten. Dan ga je niet zo snel filmpjes kijken. Want hoeveel had je eigenlijk helemaal nog niks? Dat je zei, ja, je gebruikte de band aan de stok achter de deur. Maar was het ook echt zo dat je de week dat je dan ging schrijven nog helemaal niks had? Of ik had wel heel veel ideeën. Bij mij komt heel vaak de tekst als eerste. En, of een idee voor een lied. En ik had eigenlijk voor mezelf wel echt zo'n raamwerk bedacht van het gaat over van stilstand en dan in beweging komen. Dus allerlei bewegingsideeën kwamen op. En ook ja, bij de voorgaande plaat was het een heel duidelijke, had ik een heel duidelijk verhaal van stoppen met geneeskunde en muziek gaan doen. En nu merk je, oké, je bent nu je droom achterna gegaan, maar wat levert het dan op? En word je dan niet, of je moet jezelf nog verder uitdagen om te groeien. Dus dat waren eigenlijk een beetje de inspiratiebronnen om te kijken hoe kan ik dat omzetten in liedjes. En hoe kan je daar hopelijk weer een bepaalde waarde of iets in leggen waar andere mensen zich in kunnen herkennen. Dat het niet alleen over je eigen leven gaat, maar dat het iets van een algemene betekenis krijgt. Hoe toets je dat? Heb je dat nu in dit geval voor de nieuwe plaat, inderdaad, ben je dan met vriendinnen of vrienden of je man erover gaan praten om eens te kijken van goh, zijn die problemen die ik heb ook bij anderen? Bijvoorbeeld, kijk, dat uitstelgedrag, dat mm-hmm. weet, kan ik zo wel een beetje toetsen. En andere dingen kijk ik bij ieder liedje, iets wat mij zelf raakt en waar ik zelf van denk, dat is een mooi onderwerp. En dan probeer ik het zo te omschrijven dat iemand anders zich er hopelijk in kan vinden. Dat het niet extreem persoonlijk alleen vanuit mijn kant wordt belicht, maar dat het iets van een algemene waarde krijgt. En bijvoorbeeld het eerste liedje van de plaat, mm-hmm. Dat gaat over het dochtertje van mijn tweelingzus. En het idee dat er een kind komt waar je in één keer van houdt en dat het eigenlijk bijna een soort natuurlijk principe is dat zo gaat. Dat je weet dat je er eigenlijk ergens ook nog wordt ingeluisterd, omdat dat is een soort natuurlijke respons die je hebt op iets wat op jou lijkt, zeg maar, of iets wat van jou vandaan komt. En dan probeer ik het zo op een manier te, dus eigenlijk is het een soort ode aan de liefde in het algemeen, dus iets van liefde krijgen, voelen voor een ander wezen. En
En dat probeer ik dan zo te omschrijven, zodat het wat algemenere betekenis krijgt. Wil je dat juist? Of ben je, nou ja, angst is misschien niet het helemaal het goede woord, maar ben je soms bang om het te intiem te maken, dat het te klein is? Nee, er staat wel één heel intiem nummer over de moeder van mijn man, waar ik een jaar geleden mee getrouwd ben. Dat is onze eerste single. Mm-hmm. Op ons huwelijk, ik heb haar nooit gekend, ze is overleden aan borstkanker 6 jaar geleden. En vlak daarna leerde ik hem kennen. En ik wilde eigenlijk tijdens de ceremonie iets zingen. En om haar erbij te betrekken tijdens de dienst. En dus toen had ik eigenlijk bedacht dat het mooi was als ik een soort conversatie met haar zou hebben. En zou vragen of ze het goed vond. En dat is het liedje To You We Sing. En dat gaat eigenlijk daarover. Maar net zoals daar, dat is iets heel persoonlijks. Het gaat echt heel, je hoort ook specifiek dat ik het over haar heb en over degene waar ik mee ben getrouwd. Mm-hmm. Maar toch hoop ik dat andere mensen, kijk, uiteindelijk, ik denk dat door je eigen persoonlijke ervaring en iets wat jou zelf raakt, als je dat op een bepaalde manier kan omschrijven, zodat het voor anderen ook betekenis heeft, is het de moeite waard om op een cd te zetten. Anders dan kan je ook je eigen memoires bijhouden of een dagboek schrijven. Dus dat is wat ik steeds zoek, van hoe kan je dan dat nog een bepaalde draai geven, zodat iemand ook het gemis wat ze hebben van een geliefde die er niet meer is, maar wel het gevoel dat je die nog ergens op een bepaalde manier meedraagt, hoe kan die dat daarin herkennen? Hoe heb je dat, als ik even mag vragen, dat nummer, hoe ben je toen, hoe hebben mensen daarop gereageerd die misschien die moeder wel gekend hebben? Konden die zich herkende die haar in jouw... Het is eigenlijk meer een conversatie. Ik begin met de eerste zin is, I know we haven't spoken yet. En dus ik zeg ook eigenlijk dat ik haar niet ken. Ik ken haar door de ogen van de mensen om mij heen en door de verhalen. Mm-hmm. En daardoor is dat het verdriet wat je samen deelt, zeg maar. En ik geloof dat iedereen dat heel mooi vindt. Want dat merk je, dat familie van haar, dat is de manier waarop je haar levend houdt. Is met elkaar daarover praten en met elkaar dat delen eigenlijk. Dus ik denk dat veel mensen dat herkennen als ze iemand niet meer bij zich hebben. Iemand die, had hij het al daarvoor al gehoord of was het voor hem ook een verrassing? Ja, ik heb er wel. Nee, ik dacht, dit soort dingen zijn niet de beste dingen om verrassend te brengen, denk ik. Zeker niet op zo'n emotionele beladen dag. Dus ik heb wel iedereen wel een beetje van tevoren daarop voorbereid. Ja. Dus dat viel in goede aarde. Ja, ik heb serieus ook met hem besproken als hij het too much vond dat we het niet zouden doen. Maar we hebben het wel echt met z'n tweeën besloten. En hoe vond hij dan, ja, je hebt het dan iets breder getrokken, maar dat het zo'n voor jullie persoonlijk ding is, dat het dan nu ook op een plaats staat waar andere mensen het ook kunnen horen? Ik bedoel, ja, daar hebben we het veel over gehad. En ik denk wel dat het mooie is, dat zijn voor mij, in mijn ogen zijn de menselijke ervaringen waar je iets van leert die iedereen kent, want iedereen gaat dat meemaken of heeft het meegemaakt. En als je daar als liedjeschrijver iets mee kan doen en iets over kan schrijven wat voor jouw gevoel een echte betekenis heeft, dan denk ik dat dat een beetje je roeping is. Dat je die dingen gebruikt om die te verwoorden, zodat andere mensen denken, zo voel ik het ook.